dames en heren. Goedenavond, ja. Ideeën in je kop zijn zuiver. Maar als ze je kop verlaten, komen er handelingen aan te pas die het idee vervuilen. En dan blijf je concessies doen, vindt onze gast dan. Maar zodra wij voor zijn werk staan, zoals zijn beroemde schilderij Snijden aan Gras, schiet de beelden zuiverder dan zuiver onze kop in, om er nooit meer uit te gaan. Hier is Co Westerik. Presentator is Petra Possel. Goedenavond en welkom bij Kunststof van de NPS op Radio 1. En vandaag dus met Co Westerik. Welkom. Meneer Westerik, we gaan het zo meteen hebben over die indrukwekkende expositie, die overzichtstentoonstelling die gisteren is geopend in het Haagse Gemeentemuseum. Het is een spektakel op zich, de manier waarop het opgehangen is. En het is zeer de moeite waard, maar ik ga eerst even met u naar dat van vandaag. Het nieuws van vandaag namelijk, daar beginnen wij altijd mee. Ja. Binnen 24 uur zijn wij van twee ministers gewisseld. Dekker, precies. Donner en Dekker weg. Ja. Winsemius en Heers Berlin er weer in. Goh, ja, ik kijk daar toch weer van op, hoor. Dringt dat soort nieuws ook binnen in uw atelier bijvoorbeeld? Zijdelings komt dat wel binnen, ja. Ja, er zijn natuurlijk belangrijke zaken in het atelier. Ja. Maar nee, ik neem daar kont van, dat gebeurt wel, ja, zeker. En hoe doet u dat? Heeft u daar de televisie aanstaan, de radio? Ik heb radio, televisie. Ik ben een groot televisiekijker. En alle journalen gaan mee met mij erin. Ja. Nee, maar nou draaide uw dag gisteren natuurlijk voornamelijk om de opening van uw eigen overzicht. Ja, dat is natuurlijk de laatste dagen helemaal. Eerder zo'n catalogus eindelijk bij je op tafel ligt en zo. Dat is zweten eventjes. En dan dringt natuurlijk de politiek of welke berichtgeving. Ik hoor ook ineens een snelheidtrein, god allemachtig. Ja, in Duitsland. Heb ik dan de laatste dagen toch weinig oor voor gehad natuurlijk. Ja. En is het dan gisteren, die opening. Ja, en is het dan zo dat u daar nog een mening over heeft? Over dat wat er dan nu bijvoorbeeld gebeurt naar aanleiding van dat rapport over die Schipholbrand? Of? Nou, nee, daar ben ik dan toch te weinig op de hoogte. Ik begrijp dat dat aangestoken is door iemand die daar met een peuk in de kan. Maar dat kan ook fout, zeg maar, hoor. Het hele debat heb ik dus niet kunnen volgen. Daar weet ik niks van. Nee. En de namen Heers Berlin, dat zeggen we natuurlijk. Ik zie zelfs het plaatje, zijn hoofd zie ik erbij. Ja, vertelt u, hoe ziet dat hoofd eruit? Nou, een rare hoofd. Ja, een heel raar hoofd. Godverdomme. Ik dacht dat maar een heel klein snorretje. Ja, maar ik dacht het ook, een zwart snorretje zit in mijn hoofd. Of dat heeft hij afgeschoren nu. En het haar, hè? Ik schrik er toch even van, hoor, van Heers Berlin. Maar nogmaals, ik ben kunstschilder en ik ruik naar verf. En daar is mijn hele leven, zoals je ook op de tentoonstelling kon zien, is daarmee vergiftigd eigenlijk, of verrukt. Ja, want waar beginnen we? We beginnen begin jaren 40, hè? In de tentoonstelling beginnen we inderdaad met 40. Dat tekeningetje van dat man bijvoorbeeld, die was in de oorlog nog. Man in het bos, 1944. En wat de schilderijen betreft is het eerste schilderij 45. Ja, en dan gaan we tot nu toe eigenlijk door wel, tot 2005. Ik geloof dat 2006 er niet bij is. Dus de luisteraar mag dan wel denken, ik hoor een kwieke man en een jonge stem, maar daar hoort een lichaam een bij van een man. Oude, hele zit, hoor. Ja, jicht en alles. Groot. Alles erop en eraan. Maar hij maakt nog steeds prachtig werk. Gaat u ook nog elke dag het atelier in? Jazeker. Ja, dat houdt je ook jong en bezig. Ja? Ja. Elke dag? Elke dag. Hoe laat? Kantoortijden, gewoon. Ik laat eerst mijn hond uit, behalve dat ik ontbeten heb. En dan gaan we het atelier in. En het is eigenlijk in al die jaren niet zoveel veranderd, het werkprogramma. Behalve dan toch door de jaren dat ik 's avonds dan, ik zeg dus, na de hond uitlaten, hele dag schilderen met een lunchje daartussen. En de hele dag schilderen is tot een uur of zeven. Maar dan ging ik 's avonds nog in de etspers en in het zuur plaatjes dus doen of lithograferen. Ja. Kortom, mijn avond erover. Dat doe ik niet meer. Nee. En dat wat is daarvoor in de plaats gekomen dan? Televisie kijken. Oké. En snorretje van Heers Berlin. Van Damaars. Ik heb het idee dat snorretje van Heers Berlin nog een plek in uw werk gaat krijgen. Maar dat zullen wij pas later kunnen beoordelen. Ja, dat is waar. Ja. Radio 1. Kunststof.
Co Westrik is mijn gast, beeldend kunstenaar. Gisteren opende in het gemeentemuseum in Den Haag een grote indrukwekkende overzichtstentoonstelling van uw werk. Schilderijen, grafiektekeningen, foto's die u heeft gebruikt als voorstudie. Het is de eerste zo grote tentoonstelling van uw werk van de afgelopen 15 jaar, begrepen wij. Absoluut. Hoe was het eigenlijk voor u om dat werk allemaal zo bij elkaar te zien? Nou, dat is natuurlijk toch wel heel bijzonder. Het is heel veel jaargangen die je dan ineens dus bij elkaar ziet. Een boek dat compleet gedeponeerd wordt in een ruimte. Dat is heel fijn. En het leuke is ook, het bijzondere is dat bij elk schilderij, en dan praat ik over dingen die echt 20, 30 jaar geleden gemaakt zijn, dat je dan ook weer je situatie herkent. Want dat heb ik daar gemaakt onder die omstandigheden en de hele emotionele situatie achter het ding. En als je dan dat doorlopend in die tentoonstelling ziet, is dat vrij hevig wat je dan tegenkomt. Ja. Als je begrijpt wat ik bedoel. En dus ook heel hevig wat je ervaart. Ja. Ja, ja, natuurlijk. Dus maar de schilderijen op zich, zoals ze hebben, dat al, die zijn al een indikking van wat ik destijds belangrijk vond om een beeld van te maken, natuurlijk. Ja. Maar dan krijg ik er zoveel bij elkaar. En wat gebeurt er dan met u? Nou, het is heel boeiend. Ook zweterig van, Jezus, dit heb ik allemaal achter de rug. En in positieve zin bedoelt u dan? Of? Ook in de negatieve zin. Dit is allemaal gebeurd toen en zo en zo. Maar voornamelijk als ik het zo zie, want het is je vak om beelden te maken. Hoe mooie reeks beelden er hangen op die, in dat, let wel, in dat prachtige museum van meneer Berla. Ja. Want mijn god, wat een zalen zijn dat, met daglicht en zo. Ja, het is echt prachtig. Het gebouw op zich al is natuurlijk al... Al hang je daar rotkunst neer, dan is het nog mooi. Ja, maar dat wou ik toch die echt niet zeggen, hoor. Nee, maar u heeft heel veel zalen toebedeeld gekregen. Een hele vleugel schitterend. En alles hangt daar. Uw werk is niet autobiografisch. Alhoewel er natuurlijk wel altijd autobiografie in zit. Dus het gaat natuurlijk vooral om de kracht van de beelden. Beelden die u... Ja. Wat mij dan zo opviel, is dat sommige beelden al zo lang zo'n heftige kracht hebben. Ja, leuk is dat. Dingen dat zijn toch maar 20, micron-dunne laagjes verf, waar je zo'n potentie in kunt stoppen, dat als een soort accu blijft doorgaan door al die tijd heen. Dus die dat nog nu er nog hebben. Maar dat geldt niet alleen voor schilderijen van Westerik. Aha. Maar het geldt ook voor de grote oude meesters die het 400 jaar geleden erin pompten in een micronlaagje verf. En waar we nou voor staan. En Jezus, dat vibreert en dat heeft die grote kracht nog steeds. Ja, en dat is natuurlijk ook waar de kunstenaar naar zoekt, neem ik aan. Precies. Zo'n krachtig beeld bijvoorbeeld. Juist. Laten we naar een van uw greatest hits gaan, om het maar even ondiplomatiek te zeggen, De Visvrouw. Ja. Daar kom je in 1951, daar bent u mee doorgebroken. Dat is ook een bekroond werk. Ja, dat is waar. Maar het is ook een heel krachtig beeld van een visvrouw. Een vrouw die vis staat schoon te maken. Het is een meer dan 50 jaar oud. Doet het u, raakt het u eigenlijk nog? Als nou, ik vind als eerste, als vakman dus, dat hij er zo lekker uitziet. Ik bedoel, lekker fris. Goede verfgebruik, goede techniek. Ja. Goede ambachtsman, leuk. Nee, dat is een lekker gevoel. Ja. Maar dat heb ik door de hele boel. Het ziet er lekker lichtend en fris uit, hè. De hele boel. Maar je hebt het over die visvrouw. Dat geldt eigenlijk voor een heleboel van die schilderijen. Snijden aan gras, om maar weer eens even dat te noemen. Ook zo'n greatest hit. Ik was je voor. Dat is wel jammer. Ik wou ze even allemaal op een rijtje gaan behandelen. Want die hadden we in de trein ook heel vaak in reproductie gezien. Oh, Jezus, gezien. Ja, dat is het icoontje. Als de Westerik, die man van die vinger en dat snijden. Dat raak ik nooit meer kwijt. Nee, dat komt niet meer. Maar vind ik niet erg, want het is een behoorlijk goed schilderij. Maar toch even over de kracht van dat beeld. Dat beeld dat heeft toen woedende reacties in de kranten opgeleverd, dat u die vrouw zo lelijk geschilderd had. Ja, ja, ja. Dat mocht toch niet bestaan? Nee. Dat betekent dat een beeld dus een enorme veel kan aanrichten. Ja. Heeft het voor u die kracht nog steeds, als u nu die visvrouw ziet? Nou, nee. Nee, ik herinner me nog wel de kritieken destijds van jongen, wat een schilder met die poten, dat is een lelijk wijf. En je moet eens kijken wat een mooie meisjes daar in Scheveningen met zo'n karretje lopen.
Maar ik wou die handen die in die vis zaten, daar wou ik juist eventjes daar de aandacht op leggen. En dan verteken je dat natuurlijk en chargeer je dat. En daar gaat dan de goede gemeente natuurlijk over vallen. En die zegt, dit kan niet. Maar het is dezelfde grap die Van Gogh uithaalde. Met zijn aardappeleters met veel te grote klauwen. Want die moesten in die aarde die aardappelen eruit halen. En hij vond dan dat hij dat mocht accentueren. En dat doet gewoon een schilder, een beeldend man. Die kan alle accenten verleggen en versterken. Ja, u geeft haar dat is ook, het leuke van ons vak. U geeft haar ook ogen mee die vissig zijn. Ja, die, precies. Die scharretjes. Die iets hebben van smerigheid. Ja. En van dat hele aardse. Ja, en vooral dat putje wat je ook ziet met die darmpjes en die dingen. Zo'n kuit, dat ligt nog allemaal rot in. Goed. Begrijpt u dat kijkers, de mensen die naar uw werk kijken, dat die de werkelijkheid die u laat zien en de echte werkelijkheid dan gewoon naadloos tegen elkaar aanleggen en zeggen, dat kan niet, meneer Westerink? Nou, dat begrijp ik wel natuurlijk. Maar het is binnen mijn beeldend bezig zijn, probeer ik nou juist dus de realiteit aan te scherpen en te kijken buiten wat de camera kan. De camera die ziet alleen lichtval op dingen. En dat kan heel boeiend zijn, dat is heel mooi. Ik fotografeer ook heel erg graag. Maar de schilder, en in ieder geval, er is een andere beeldende mogelijkheid om dieper te steken in die dingen en dingen duidelijk te maken. Althans, duidelijk te maken. Dingen zichtbaar te maken die je optisch gewoon niet waarneemt. En dan begint het probleem bij het publiek dikwijls. En dan zeggen ze, ja, nee, dat kan niet, zo zit het niet in elkaar. Nee, als het donder, zo zit het niet in elkaar. Maar zo zou je het kunnen zien, zo heb ik het beleefd. Is daar iets over te zeggen wat dan boven de markt hangt, wat net die vertekening is van die realiteit die u wilt laten zien? Waar gaat dat om? Nou, ik vind dat een verheviging is. En waarom moet je iets verhevigen? Ik vind het meer de waarheid. Dat zou de waarheid meer kunnen vertonen, vind ik. Dingen die wij achterloos overheen lopen, ook omdat we dat niet alleen achterloos, maar gewoon niet willen zien, om dat is op tafel te leggen. Kijk, dit is er ook nog. En dat lijkt erg op dit stukje, wat je dus met de camera kan kijken, maar je gaat het iets verder. Je gaat het iets dieper in de dingen, op de dingen in. Dus u wilt de mensen eigenlijk ook laten stilstaan bij een moment en bij een beeld? Ja, dat zou heel fijn zijn. En ik vind, als je mijn tentoonstelling nou ziet, dat de mensen voor die dingen staan en daarmee toekomen en zeggen, ik ben helemaal ontroerd hierdoor. Dan voel ik me very happy. Ja. Want God voor u, dat heb ik bereikt om niet de camera-spel te spelen, maar om net even hier onder die laag door te komen. Dat is paljo. Toch gaat er een groot gat tussen u en publiek. We hadden het al over die trein, over het gras wat snijdt. Die reproducties, ja, hè, in de Nederlandse treinen terechtgekomen. Is een beeld wat bijna iedereen van toen gezien heeft. Ja. Maar er was heel veel protest. En ik meen dat de spoorwegen het beeld ook uit de trein heeft gehaald. Klopt, omdat klopt. Mensen wilden dat niet zien. De pijn ja, van het zijn, wou ik bijna zeggen. Maar ja, de pijn van. Nou, de pijn van het zijn vind ik heel goed dat je dat zegt. Dat wil men liever niet zien. Ik heb mensen, kennissen van mij, vrienden is een groot woord, die zeggen, joh, ik weet wat jij maakt. Ik vind dat, maar dat wil ik niet zien, man. Dat wil ik niet, daar loop ik liever naar. Ja, ik zit aan de andere kant om een stukje openbaarheid te geven aan dingen waar een heleboel mensen liever niet naar kijken. Maar is dat een soort missionarissenwerk? Ja. Absoluut. Oh, wat vind ik dat heerlijk dat je dat. Nou, nee, onzin natuurlijk. Maar ik bedoel, het is wel. Ja, het heeft iets met missionarissen te maken. Verdomme. Maar nogmaals, even die trein terug met dat. Dat is dus een schilderij van een vinger en een stuk gras gesneden. Ik had dat zelf meegemaakt. Al mijn schilderijen heb ik een keer zelf beleefd. Ze komen dus ergens vandaan, dicht bij mijzelf. Maar dat hangt dan in een trein en een heleboel zegt, wat. En het moet weg, dat ding. Maar dat kan bij de spoorwegen, maar je kent het verhaal, want dat heb ik meerdere malen verteld. Dan moet er 100, meer dan 100 briefklachten zijn
dat NAS zegt, oké, dan gaat hij eruit. Dan neem ik aan meer dan 100 mensen hebben dat dus geschreven. Maar er is een club dus. Nee, maar er is een club opgericht van anti-co-Westerikken. Dat kan dan toch niet anders? Dan vraag je je toch af, wat is hier misgegaan? Heeft het iets met seks te maken? Want dat mag ook nooit. Heeft het iets met religie te maken? Whatever. Nothing. Het is just een normaal, gewoon geval dat iedereen overkomen kan. Maar dan net in een pose dat men het liever niet ziet. Maar dat, ja. Wat was uw reactie op dat moment? Bent u boos geworden? Nou, ik vond het wel natuurlijk heel gek. Ook al omdat ik het niet uit kon leggen. En niemand het mij kon uit. Want ik noem net een paar punten waarop je zegt, nou, daar ga je dan inderdaad in de scheef. Maar dat is niet gebeurd. En dan dacht ik, Jezus, wat een macht. Ik kan zo weer die paar micronen verf hebben op een groep mensen. Waanzinnig, angstigend bijna. Maar heeft en wat die... goed ben ik dat ik dat te werk stel. Dus u heeft uzelf gewoon een pluim gegeven. Eigenlijk kwam het Maar u had toch ook die mannen van de spoorwegen met de stropdas door de brievenbus moeten trekken? Want dat je daarvoor buigt, voor zo'n... Ja. Voor een beeld. Ja, dat op zichzelf natuurlijk. Ja, maar dat vind ik ineens zo'n buitenkant voor mij. Dat zoeken ze maar uit met sodomie. Dat ik ben al lang aan mijn volgende schilderij bezig. Ja, goed. Hoe is het eigenlijk voor u om toch aan een handjevol werken altijd herinnerd te worden, terwijl er zoveel werken zijn waar u bijna nooit aan herinnerd wordt? Nee. Maar we noemen nou dat snijden aan gras, dus dat is dan dus in de publiciteit gekomen. Maar er zijn een heleboel dingen die mensen die mij bij mij in het atelier zien, die dat mooi vinden, dat mee naar huis nemen. En dan is het buiten het zicht van de bevolking. En alleen in zo'n tentoonstelling als nu komt dat ineens weer naar buiten en dan zie je alles weer hangen. Dus ik wacht nu maar af wat de kranten weer verder gaan schrijven. Ja, ik had van de Volkskrant de vorige keer een prachtige kritiek. Dat was van een dame. En die zei, Westerik, mijn god, als je die wezens ziet die hij tekent, die moesten allemaal een schoppel door de kont hebben. Dat vond ik ook geweldig om zo'n kritiek te krijgen. Maar zij schreef ook, want ik ken deze kritiek. Oh, je kent die kritiek. Ik ken die kritiek. En zij schreef ook, zoek nou eens wat meer het avontuur op, Westerik. Nou, wat denk je van mijn avonturen? Je hebt het zelf gezien toch gisteren? Er zijn er nogal wat. Het tonen van de wond, zo kijk ik, ja, ik ben geopereerd. Heeft u het laten zien gisteren? Ik ben niet bij de opening gisteren geweest, ik ben vandaag geweest. Oh, maar je hebt het schilderij zien hangen? Ja. Het tonen van de wond. Nou, dat is zo'n gebaar. Dat is toch een avontuur. Dat zijn huiselijke kleine avonturen. Het snijden in je gras, met gras, is ook een klein... Het zijn allemaal kleine gebeurtenissen. Ja. Het heeft niets met grote, spectaculaire avonturen. Groots en meeslepend wil ik leven, ja. Precies. Ja. Ja. Waar heel ik zelf eenvoudig. Nogal door geraakt ben, is de serie Afdalingen bij Klaarlichte Dag. Dat is ook een serie waar u, ik meen, een jaar of 10 over gedaan heeft. Of in ieder geval, er zijn een aantal werken die terugkomen. Ja, een periode lang. En het lijkt wel of u met dat werk in die periode wat meer nog van de realiteit afdreef. Of als het nog iets schever wilde zetten, uw blik op die realiteit. Men noemt dat wel eens een vleugje surrealisme. Mm-hmm. Wat er dan bij mij naar binnen komt. Ja, zeker die afdalingen. Maar dat is een reeks. 1, 2, 3, 4, 5 geloof ik heb ik gemaakt. Maar dat heb ik ook met zwemmers gedaan. Met dat snijden aan een gras heb ik er ook 4 is ook een serie, gemaakt. Ja. En waarom doe je dat? Je zou zeggen, nou, 1 keer is al mooi genoeg. Maar de tweede keer denk je, als ik het nou zo aanpak en de compositie op die manier verander, krijg ik een nog sterker beeld. En dat moet sterk beeld worden. En zo kan je dat een aantal keren doen, dat je zegt, nou ja, nou heb ik het wel gehad, beter hoeft niet. Maar wat was er dat u ging flirten met dat beetje surrealisme waar u het over had? Nou, kijk, wat ik zeg, dat je al de realiteit aan het verhevigen bent of vervormen bent, omdat je dat noodzakelijk acht, dan ben je natuurlijk al buitenrealistisch, surrealistisch bezig. En dan is er maar one step further en je zit... Je hebt gezien het schilderijtje sur le bonbon wat er hangt. Ja, dat is een vinger waar eigenlijk op een soort taartje en weer... verrukkelijk vind ik zelf wel om te doen. Maar dan wordt het inderdaad nog gekker dan gewoon een stilleventje maken. En wat is dan net dat setje dat u daarna
toe bracht dat u een toch verheviging, nog... Een verheviging van de dingen. Iets spannender maken, iets sterkere mogelijkheden om bij jou binnen te dringen. Mm. Dat is de bedoeling. Een vriend, kennis, filmmaker Jan Wouter van Rijen hebben wij gesproken. Die heeft een film over u gemaakt. Ja, zeker. Twee keer heeft hij geloof ik zelfs een film over u gemaakt. Ja. Eén keer en later nog een keer helemaal zoals hij zelf wilde, vertelde hij ons. En hij zegt, met die serie afdalingen zie je ook dat zijn werk sentimenteler is geworden. Dat heeft denk ik te maken met het naderende einde en het betreuren daarvan. Nou, dat is niet zo slecht. Want wat wil ik zeggen met dit? Met snijden aan gas wil ik laten zien wat er gebeurt. Met die afdalingen heb ik mij in de plaats gesteld. Ik ga dood. Wat zal mijn laatste moment zijn? Wat vind ik fijn? Waar denk ik aan? Denk ik aan mijn geliefde? De eerste, de tweede? Of denk ik aan de blauwe lucht? Of whatever. Om dat fantasievol in te vullen. Dat zijn die afdalingen. Ik zak in die grond. Of mensen zakken in de grond. En wat zien ze? Een blauwe lucht. Ja. Een stuk gras en aarde. En misschien nog wat bomen. Ja. En een bepaald licht. Verrukkelijk einde. Het verdwijnmoment. Ja, ja, maar een subliem verdwijnmoment heb ik willen maken. Ja. Ook alweer met een hele huis. Dus hij heeft gelijk. Het is inderdaad een oprukkende sentimentaliteit die zich meester. Ja, nou, maar ik heb ook een dochter gehad die doodgegaan is, wat mij verschrikkelijk aangegrepen heeft. En wie zou dat niet hebben? En daar is mijn werk ook van doordruppeld. Doorspekt. Dus over sentiment. Jongens, ik ben een hele sentimentele man. Het zit overal in. Snijden aan gas komt eruit voort. En, nou, sla het boekje maar op. Het is allemaal sentiment. De dood komt ook veel voorbij in uw werk. Ja. Ja. Is dat inderdaad, is dat, inderdaad dat het overlijden van uw dochter... Ze is 38 jaar geworden. Ja. Ze is 14 jaar geleden overleden, meen ik. Ja, 92 was in 1992 overleden. Is dat inderdaad van cruciaal belang geweest over de manier waarop u de dood in uw werk... Nou, het heeft mij geweldig aangegrepen. Ik werd 's morgens opgebeld. Ik heb nu even een heel klein intiem stukje, mag ik wel. Ja. En dan zei er een stem door de telefoon met u, meneer Westerik. Ja, meneer Westerik. Dan wou ik u even zeggen, ik ben de dokter van uw dochter... en ze is verborgen overleden. Dan krijg je een reuze klap op je hersen. Dat is heel gek. Ze woonde een kilometer weg. Ik ben met een pestvaart met mijn auto daarheen gereden en daar lag zij. En nou, dat zijn toch momenten die, vooral zoals die lieve arts dat tegen mij meldde. God voor je. Goed. En dat blijft dan toch jarenlang eigenlijk een stuk motief in mijn werk. Een kind dat, waar dat leed een beetje in te zien is. Goed. Oké, sentiment, nou en of. Nou, dat is geen sentiment, dat is verdriet. Maar verdriet is ook sentiment. Ja. Sentiment. Sentimentaal. Ja, als je het zo ziet. Ja. Begrijp. Ja. Ja. Zullen we nou samen huilen? Oh, ik krijg hier echt hoor. Ik krijg een heel triviaal. Het is echt waar. Ja, ja. Maar zo is het leven. Ja, precies. Verkeersinformatie dus. Kunststof. Wij hebben even een slokje water kunnen nemen, Co Westerik en ik. En dit is het programma Kunststof. En beeldend kunstenaar Co Westerik is mijn gast. Hij is hier tot 8 uur. Wij praten over zijn werk. Zijn werk is tot en met 10 december te zien in het Haagse Gemeentemuseum. Het is een indrukwekkende overzichtstentoonstelling van meer dan 50 jaar. 55 jaar, geloof ik, beeldende kunst. Nee, nog wel veel langer. 60 jaar beeldende kunst. Ongelooflijk lange beeldende kunst. Heel lang. En het zijn beelden van een man in een bos 1944. Tekening tot schilderijen die nog heel recent zijn. We zaten bij het leven en de dood. Ja. Want gisteren zou Rutger Copland, de dichter, die heel veel met uw werk heeft, die zou uw expositie openen en hij moest een vriend begraven. Ja. Dat is natuurlijk een realiteit die zich... Een boezemvriend. Een boezemvriend begraven, dus hij kon niet komen. Nee. Dat is een realiteit die zich in alle opzichten steeds meer aan u opdringt, lijkt mij. Ja. Heeft u het idee dat u daar een vorm voor heeft gevonden, voor de angst voor de dood en de dood in uw werk te... Ja, ik een plek te geven? Vorm vinden en zo. Ik,
Ik moet daar net als alle anderen natuurlijk straks aan geloven. En een vorm vind je daar nooit voor. Het is een begeleidende mal gevoel dat je dat straks allemaal gaat missen. En dat je in een grond of lekker begraven of weet het, verbrand kan worden. Ik geloof niet dat je daar een vorm voor vindt. Is het iets waar u dagelijks mee bezig bent als u in uw atelier zit? Nee hoor, nee. Maar ik ben het wel bewust. En het komt ook regelmatig in de thema's van mijn werk voor. Toch wel weer. En gaat het dan over angst voor de dood of over de dood? Angst überhaupt. En dat hoeft niet eens de dood te zijn. Angst vind ik een heel bijzonder iets. Maar bijvoorbeeld, ik heb hier nu bij mij... Ja, het is een ansichtkaart, maar het is altijd wel handig om een afbeelding bij de hand te hebben. Ja. Van een werk van... welk jaar is dit? Schoolmeester met 61, kind, 1961. Ja, dat is ook eigenlijk ook een heel angstig portret, hè? Ja. Ja, zeker. Het is dus een schoolmeester met een kind. En het is ook net bijna als mijn snijden aan gras. En een belangrijk werk van mij is, wordt ook dikwijls genoemd. Komt er boekjes te staan over educatie bijvoorbeeld. Ja, dat zou ik eigenlijk niemand aan willen doen. Nee, maar ik wou in dat ding dus... is die man nou aardig voor dat kind? Of is die er eigenlijk aan het mollen? Dat is... U brengt ons in de war hiermee met zo'n beeld. Ik wou je daar eventjes op wijzen. En het in de war brengen vooral. Ja. Ja. En daarin zie je dan dat eigenlijk altijd al een leidraad is geweest, hè, in uw werk. Die angst. Ja. Dat je eigenlijk niet weet of je nou vrolijk moet worden van uw werk. Of dat je er eigenlijk in diepe somberheid... Mensen die lachen zich rot. Echt, ik moet altijd zo lachen om jouw werk. Hè, zo leuk met die vrolijke kleurtjes. Lach je rot. En dat vind ik wel leuk dat ik dat hoor. Want dat kan ik ook niet helemaal rijmen. Maar ik bedoel, er zijn dus mensen die het heel anders zien dan jij. In wezen is het vrij somber, toch? Wat vindt u zelf? Maar wat vind jij nou? Jij hebt er gisteren niet. Ik vind. Als je door die zadel loopt. De stilte, het is bijna een kathedraal door Berlage dan. Ja. En daar hangen die plantjes in. Ik vind het ontroerend en fijn. Maar niks dat je zegt, nou, hallo, dat is griezelig of wat. Nee, griezelig niet. Nou ja. Maar er zit een grote, er zit een verdrietige, melancholische ondertoon in uw werk, vind ik. Dat is misschien wel waar, ja. Ja. Nu pakken we echt de zakdoek erbij. En dan roep ik mijn grote vriend en boekenman Chris Baeyma binnen. Ja. Yeah. Die komt elke week vertellen over literatuur of minder literatuur. Dat hoeft helemaal niet. Het gaat gewoon over boeken. Vorige week heb ik... Maar Chris is ook bang, zie ik nu. Ja, die is bang. Bang staat op mijn t-shirt. Oh, bang, sorry. Ja, je kan het op twee manieren lezen. Chris, jij bent voor... Oké. Okay. En meneer Westerik, u heeft toch ook les gegeven op de academie? Ja, dat is... Komen er dan ook dit soort dingen voorbij? Tuurlijk. Oh, pardon, zul ik... Over ik hoe je... Niet. Nou ja, bijvoorbeeld over die liter groene... Ja, dat gebeurde ook, hè, maar dat mocht in mijn klas, werd dat niet toegestaan. Oh, neem me niet kwalijk. Precies. Wij gaven klassiek onderwijs, hoor. Oh, echt? Was het echt meer... Heel erg. Helemaal gericht op de oude tijden van godverdorie. Eerst goede naakt in elkaar stampen. Kijken echt dat het ambachtelijke werk. Ambachtelijke werk. Wat je daar later mee doet, jongens, oké. First... Étudier, hè? Ja, en zoals u dat nu aan mij vertelt, en vrij dwingend ook... Ja. Begrijp zo'n etter was ik in de klas ook. Begrijp ik dat u ook van harte hierachter staat nog steeds. Ja, absoluut nog steeds, vind ik heel belangrijk. En dit vind ik, Lawrence, weer een schat van een man. Hij ziet er ook zo lief uit. Maar ze hebben ook school, zeg. Ah, het is niet heel veel. Goed. Oké, het is maar ik Frans, omdat ik in Frankrijk in huis heb. Maar u spreekt alle talen, want ik hoor u ook al regelmatig iets in het Engels zeggen. In Duits. Oh, Duits ook. Ja. Maar ik ben wel benieuwd, maar ik ga weg, hoor. Maar na de frustratie van wat er in je hoofd zit... en wat er op het doek komt, want u roept ook steeds... ja, ik vind het zelf wel een heel bijna geslaagd schilderij. Ja. Nee, maar ik zal je vertellen wat je dus in je hoofd hebt... voordat je begint, je denkt, dat moet een schilderij worden, Chris. Dan heb je dat in je hoofd, godverdomme, met een enthousiasme. Dan ga je een doek pakken en dan weet je niet hoe groot moet dat worden. Wil dat efficiënt goed werken? De maat van het ding is heel belangrijk als je het straks klaar zou hebben. Dus dan ga je dat maar eerst... Maar is het al af in je hoofd? Nee, in mijn hoofd heb ik het hele idee. Oh, nou, af, ik zie de kleuren een beetje. Maar ik weet precies welke mentaliteit en welke sentimenten... welke verheviging ik wil toepassen op de realiteit. Want we hebben het ergens bij mij altijd over realiteit. Oké, ik heb het maatje bepaald en dan ga ik door.
En dan krijg je de verliespost. En daar had jij het over. Ja. En dat is essentieel, dat is heel belangrijk. Ik heb het 100% in mijn hoofd, want het is niet bevuild door olieverf of door whatever materiaal ook. En het dan dus uit je hand laten komen. Ik heb al de verliespost van het formaat van het ding. Dan ga ik daarmee beginnen. En als ik 70% haal, ben ik spekkoper. Van die 100 die ik eerst in mijn kop had. Dat haal je nooit. Dat haalde Rembrandt ook niet. Hoeveel die wilde hebben, weet ik niet. Maar je moet tevreden zijn met een stuk dat onder die maat blijft. Je kan niet. Maar dat is toch heel frustrerend? Dat is ook, wij zijn ook gefrustreerde mensen. Maar jullie altijd toch maar ook, weer. Ach, ja, natuurlijk zijn we gefrustreerd. Precies. Nou ja, allemaal, de mens in wezen. Kijk, soms dan lukt het ons. Het lukt u bijvoorbeeld om beelden op te roepen die heel veel teweeg brengen. Ja. Ontroeren. Ontroeren. Teweeg, okay, ontroeren, right. Hè? Ja. Dat is beter, denk ik. Hè? Ja, teweeg brengen, dat is de kil. Dat is de trein. Ja. En ja, mensen nee, revolten. Ik begrijp het. Zelfs ook dichters inspireren. Hè? Want ik begrijp dat wij een Rutger Copland hebben klaarstaan. Klaarstaan heet het dan in onze taal. Ja, ja, ja. Rutger Copland die heeft bij Afdalingen bij Klaarlichte Dag heeft hij verzen gemaakt. Gaan we even luisteren. Ja. Je ziet hoe het gebeurt. Het is klaarlichte dag en het gebeurt. Voor je ogen zie je hoe het lichaam van een man levend afdaalt in de aarde. Het is heel licht, het is van dat hevige lentelicht waarin je weer even ziet, ja, dit. Dit was het landschap. Hemel, aarde, knotwillig, gras. Lichaam, denk ik. Als je mijn eigen lichaam bent, waar heb je me gevonden? Waar breng je me heen? Waar laat je me gaan? En hoe moet het zijn zonder jou? Hoe lang? Hoe diep? Hoe alleen? Dat is mooi. Ja, misschien heeft hij dit gisteren wel voorgedragen voor die vriend. Nou, dat. Dat zou namelijk heel goed kunnen. Dat zou heel goed passen natuurlijk, dat is waar. Ja. En wij hadden dus ter vervanging een dame die dat, daar hebben we net al over gehad, die dat ook excellent deed, maar hij doet het prachtig. Hij zit ook en zegt dit ook in een film van Jan Wouter van Rijen over mij. En dat beheerst de hele film eigenlijk. Ja. Het is grappig om, of grappig, bijzonder eigenlijk, dat er een dichter voorbij komt in uw leven die in uw werk direct een grote verwantschap ziet met zijn eigen werk. Ja. Terwijl hij een heel ander instrument heeft dan u heeft. Ja. Had u dat eigenlijk omgekeerd ook? Had u het ook nee, maar ik wou nog even zeggen, een ander instrument. Maar dat houdt niet. Kijk, als een niet-dichter mijn werk ontroerend vindt, dan kan een dichter, want het is ook een mens, dat ook ontroerend vinden. En dan plotseling binnen zijn eigen materialen daar iets mee gaan doen. Ja. Zo ligt het misschien wel. En hij doet dat inderdaad voortreffelijk. Maar het gekke is dat het stuk realisme in de beeldende kunst altijd eigenlijk auteuren bezwangerd heeft. Daar hebben ze altijd iets mee gedaan. Of het nou Willing was om een realist te noemen of whatever. Huh? Ze waren daar altijd eigenlijk wel erg naar op zoek om dat beeld te herkennen wat ze ook zelf in taal misschien zouden kunnen maken. Ik zeg dat heel ongelukkig op het ogenblik, maar iets is er van waar. Ja. Er zijn een aantal mailtjes binnengekomen van luisteraars. Beste Co, jaren geleden kocht ik voor ons bedrijf kunst. Ik mocht je ontmoeten in je atelier. De schilderijen van Bor, dat zijn de honden, hè? Die zijn me erg bijgebleven. Heb gelukkig werk van je en het heeft een bijzondere plaats. Maar nu de vraag. Heb je nooit gedacht aan een groep waar je bij wilt horen, zoals de meeste van je collega's? Je bent zo'n eenling gebleven. Godzijdank. Schrijft Ron Koster. Oh, Ron Koster ken ik haar niet. Maar ik, ja, met een groep. Laat die groep zich maar manifesteren. Dan ga ik ogenblikkelijk meedoen. Maar ik bedoel, het is toch
zo'n apart stukje geur dat ik verspreid, dat we daar nauwelijks een groep mee kunnen. Dat is er niet omheen te voegen, denk ik. Maar bent u met alle respect wel geschikt voor een groep eigenlijk? Nee, dat bedoel ik. Dat zit er helemaal niet in. Nee. Want er zijn toch heel veel momenten geweest dat u had kunnen intekenen voor een groep? U bent al vanaf, ik ben ook met groepen begonnen? Geweest, met verven en zo. Maar die groep, kijk, wat hier in de brief bedoeld wordt, denk ik, dat zijn dus mensen die mentaal zich dus wilden groeperen en bij elkaar vonden dat ze bij elkaar hoorden en het dezelfde boodschap hadden. En dat had dat verheffen waar ik dan in zat helemaal niet. Dat was eigenlijk alleen maar iets om samen te kunnen exposeren. En in die dagen, dat is die ook alweer jaren geleden, was dat vrij moeilijk om daar individueel te exposeren. En met een groep was dat wat makkelijker. Nee, ik hoor niet bij een groep, geloof ik. En dan vraagt hij zich ook nog af of er nog internationale aandacht voor uw werk gaat komen. Nou, misschien kunnen we daar een ambitie van maken. Ja, dat zou wel leuk zijn. Ja, laat zij nou beginnen. Of hij, wat is het? Ja, hij. Het is een hij. Hij heet Ron. Oké. Ja, nee, ik ben... U zou het wel willen? Nou, weet je, wat ik dus wel eens heb meegemaakt in mijn leven, dat buitenland zich ernstig ging interesseren voor mij. Maar die vroegen dan gelijk om 12 snijden aan grassen. En meer van die grappen, dat kan niet, jongens. Ik maak 3-4 schilderijen per jaar. En stel dat ik door centen mij zou willen laten verleiden, dan word je toch dood, ongelukkig. Mijn god, nee, laat mij nou maar zo doorgaan. Oké, we richten ons nu even niet op uw internationale carrière. Laten we het gewoon dicht bij huis houden. Ja. Heeft u artistieke ambities waarvan u zegt, dit is nog iets waar ik aan werk? Of? Ik ga gewoon door. Als ik nu ook die tentoonstelling zie van zoveel jaar geleden, dan is het gewoon één film die doordraait. Er gebeurt, mijn palet wordt wat lichter, dat zou je kunnen zeggen. Maar voor de rest, thematisch is het altijd weer hetzelfde. Het is een stukje wat er onder die huid gebeurt. Wat bedoelt u met palet wordt lichter? Nou, als je dus de eerste zaal ziet van dit gemeentemuseum waar ik hang, dan is het allemaal vrij donker. Die visvrouw en die kraamvrouw en whatever, het is er nog meer, de twistende man en vrouw. Dat heeft een vrij donker timbre van het palet. En dan later zie je dat lichter worden. En dan zou je zeggen, en hoe komt dat dan? Nou, ik denk dat ik op een gegeven ogenblik dus in Frankrijk veel aan het werk ben en dat daar het licht anders is en dat daar waarschijnlijk dan het lichtere palet ontstond. Misschien bent u ballast kwijtgeraakt onderweg. Ja, dat zou ook kunnen, ja. Zou goed kunnen. Of is dat te plat misschien? Ja, Jezus, ballast. Ja. Ik krijg er alleen maar ballast bij. Maar goed. U gaat gewoon doorwerken. Ja. En, tot het einde der tijden. Tot het einde der tijden. Vlak naast je Edsbergs neervallen. Dat lijkt me een prachtig einde. Zoiets. Maar dat zien we allemaal nog. U heeft nog ruimschoots tijd om uw tegel toe te lichten. U heeft het al opgeschreven. Onze redactrice probeerde natuurlijk een tekening. Tot een tekening te verlokken. En dan hadden we ook niet direct een waardevol werkje in huis. Maar dat is niet gelukt. Nou, maar dit is ook erg mooi. Want wat schreef ik op de tegel? De kans om een schilderij te maken is bijzonder klein. En dat ondertekende ik. Het is namelijk eigenlijk niet te doen. Je blijft altijd, we hadden het er net over, die 100% haal je nooit. Dus je blijft frustrerend achter met op zijn best 75%. En dan nog is die 75% wel eigenlijk wel goed genoeg voor het idee waarmee je begon. Dus die kans om echt een schilderij, en daarmee maak ik een schilderij tot een fenomena eigenlijk. En dat het heel bijzonder is, een soort stuk magie, een schilderij. Eigenlijk wonderbaarlijk gebeuren, laten we dat even vooral voorop stellen. Meneer Westrik, ik vond het heel fijn om u ontmoet te hebben. Ik hoop dat de luisteraars dat ook vonden. Dank voor uw komst. Oké. Ja.